Nou, ik ga in ieder geval nu 30 volle tonnen ongeveer achter elkaar in één keer afsteken. Daardoor. Het is bijna zover, beste mensen. 2024 begint bijna. Die vrouw zei tegen mij dat het niet verstandig is om in een straat af te gaan steken. We gaan een lauwe maand in, dames en heren. En een gym maand. Iedereen zegt we gaan gymmen, maar hou het ook echt vol. Een hele goedemiddag weer, beste mensen. Zo dat jij weer hebt geklikt op de eerste vlog van 2024. En nogmaals de beste wensen voor dit jaar, voor 2024. Voor mij is het nog 2023, maar dat is ook logisch. Want anders zou het helemaal in die zin niet kloppen. Maar ik neem jullie dus mee over deze oudjaarsdag voor mij. Het kan zo zijn dat de komende vlogs wat minder zijn, maar ja, dat is altijd, dat is logisch, want die januari duurt altijd wel wat, voor je gevoel wat langer, omdat feestdagen weer voorbij zijn. En je probeert altijd gewoon het beste weer van te maken, en net zoals voor deze vlog. Ik was naar beneden toe om vuurwerk af te steken. Dus een keer alleen nu, categorie 1. Vanavond vind ik dat het deel tussen categorie 1 en 2 valt. Komt die zo aan hoor. Gaan we hier staan. Doe het raam niet open, anders horen we super veel wind. Hopen dat hij het een beetje in beeld doet. Ik ben wel benieuwd wat hij heeft. Ik heb geen idee eigenlijk. Geen idee wat hij zegt, jongens en meiden, maar... Hij moet het wel een beetje in beeld doen. Lekker bij de fietsen. Ik moet ook focussen op het filmen en niet alleen op het kijken, want volgens mij heb ik de helft niet gefilmd. Oh ja. Nee, wel super leuk toch? Hij heeft nog meer. Past hij op voor zijn vingers? Ik hoop wel dat ik straks nog een broer heb met alle vingers. Volgens mij is hij het ook zat. Nee, wat gaat hij doen? Oh, jongen, jongen, jongen. Maar dit was wel leuk. Oh, alle rook richting hem. Op de achtergrond horen jullie misschien zijn vuurwerk, weet ik niet zeker. Maar ik dacht, ik doe even een leuk stukje voor hem voor in de vlog. Hij doet super goed. Hij doet echt zijn best voor jullie om elke dag altijd maar weer een nieuwe vlog neer te zetten. Dus hij is super goed bezig. Ik ben super trots op hem. En maak hem trots, zeg maar. Volg hem. Likes, video's. Show hem love. Show hem love. Hij doet super goed. Ja. En hopelijk genieten jullie vandaag van deze vlog. Ik hoop het echt. Het wordt een super leuke vlog vandaag weer. We gaan ons best doen voor jullie. We gaan leuke filmpjes neerzetten. Als het weer een beetje lekker blijft. Want ja, dat is natuurlijk wel een vraag. Maar goed, we gaan het zien. Wordt super leuk. Wordt super leuk. Wens je een hele fijne dag nog. Hele fijne vlog. Fijne jaarwisseling. Hopelijk heb je een leuke kerst gehad. Dikke groetjes van mij. Later. Nou, ik ga in ieder geval nu 30 wondertonnen. Ongeveer achter elkaar in één keer afsteken. Dan doe ik gewoon met één wondertol. Die stop ik dan hierin. En die gaat dan hopelijk... Het is allemaal tegelijkertijd aan. En hopelijk hoor je niet al te veel wind. Maar ja, ik heb daar ook boven een klein muisje erop zitten. Dus hoor je ook geen wind. We hopen het, we hopen het. Precies, maar we gaan het nu afsteken. Als jullie hem niet hebben gehoord, hij gaat nu een wonder... Wat is dit? Wonder grondbloem. Alleen moet ik even kijken of er dan ook geen auto's aankomen. Nee, dat komt goed, dat komt goed. En anders waarschuw ik je wel. Ja, is goed. Het is heel erg veel wind. Misschien zou je deze knuffels houden? Tuurlijk. Het is echt verschrikkelijk weer. Ja, ik heb ook heel erg hard. Gewoon lekker een broek aan en het is echt hartstikke koud. Nou, je wilt het zo doen? Oké. Okay. Oh, voor je
wel een auto aan. Die mevrouw kijkt niet zo blij, dames en heren. Dat is best wel vet, inderdaad. De rook komt wel lekker de camera op, dus... Ja. Er kwam ook een klein brandje uit dat ding, maar die is gelukkig huis. Ja. Dus we willen geen brandjes hier. Nee, we willen zeker geen brandjes. Maar dit is een klein stukje van wat hij heeft. Kijk, nu zit het er zo uit. Ja. Het ziet er niet altijd best uit natuurlijk, maar... Dat is echt alles af is gesloten. Wel super vet. Ja, maar ik heb nog veel meer, maar dat zien jullie dus vanavond. Dan vanavond ga ik alles opmaken. Ja, nou ja, meestal hou ik wel iets over. Voor morgenochtend. Precies, maar in ieder geval belooft het wel een goede lange vlog te zijn. Dus we gaan in ieder geval weer nu naar binnen, want het is nog een koud. Want ze helemaal rood. Ja, nou ja, paars een beetje. Dus we zien jullie denk ik weer vanavond. Yes, doei. Ja, doei. Vuurtje gestart hier zo. Dus grote poten. Ja. Yes, we hebben net lekker gegeten hier beneden. En er staat wel klein muziekje op de achtergrond. Dus ik ga ook niet te veel praten. Maar nee, het is inmiddels al bijna avond. Dus het vuur kan beginnen. Het is eigenlijk zo goed als allemaal categorie 1. Ja, op één ding. Ik weet niet of ik dit mag zien, maar een beetje boeien. Dit is het enige wat niet categorie 1 is. Nou, ik denk dat het in die zin nog echt meevalt. Want ik zag hier ook al dingen in de lucht ingaan en daar doet de politie dan ook niet tegen. Voor de rest is het inderdaad alleen de wondertollen van deze dingetjes. Van die sierpotjes. Allemaal gewoon categorie 1 die je ook het rest van het jaar mag afsteken. Het is bijna zover, beste mensen. 2024 begint bijna. Ik heb bijna de hele avond niet gefilmd. Dat komt ook omdat we het hartstikke gezellig hadden. Dus op dit moment nu na het 23 uur 53, zo over 6,5 minuten begin 2024. Ja, het begint al goed los te gaan, zoals jullie kunnen zien. En het belooft. Nou. Ik probeer een goede vlog neer te zetten, dat is met vuur kan steken, maar het wordt een beetje regenachtig vanavond of vannacht. Dus ik ga wat proberen, maar ik beloof uiteraard niks. Maar nogmaals, iedereen de beste wensen voor dit jaar, want ja, deze video komt online op 1 januari 2024. Over de hele wereld. Want hoewel we verspreid zijn over verschillende plekken op aarde. Oké. Robert? Adem met roepje. 4, 3... 2, 1. Zelf niet hoor. Oh. We wachten gewoon op de. Ja. Op de televisieklok. Ja, oh? Mijn Apple geeft het over. Ja, ja, 12 uur. Nou, jongens, beste wensen. De beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar.
afsteken. Behalve één ding, die gaan we nu eigenlijk al afsteken. Ja? Ja, ja, tuurlijk, ja? Tuurlijk. Thank you.
nu, stoppen we even met filmen. We gaan straks weer verder. Want het is alleen maar hetzelfde. We zien jullie zo weer. Later. Dat was niet zoals we hadden verwacht. Die doet nog een keer. Inderdaad, goed blazen, Florien. Want we doen het met de aansteklont. Ja, je gaat weer af. Weer heel veel wind. We komen echt steeds weer voorbij. Is niet afgegaan. Oh. Potje. Potje. Ik heb een potje met vet op de tafel gezet. Nou ja, tafel. Nu gewoon steen, hè. Nou, deze jongen die hebben we net gewoon afgestoken, mijn jong. Hartstikke idee. 3, 2, 1. Hoppa. Ah, je kan wel wat dichterbij staan, hoor. Zo. Ik heb het gevoel dat hij steeds dichterbij komt. Hetzelfde. Ja, 3, 2, 1. Lekker op het gras. Oh, is niks. Lekker brandje. Zo. Gas erop. Het moet natuurlijk wel even uitgemaakt worden, want stel dat je wel brand. Precies. En we willen geen natuurrampen en nog meer. We willen geen brand. Gras in het brand. We moeten goed zijn voor de natuur met z'n allen. En goed zijn voor jezelf. Ook goed voor jezelf. En dit helpt eigenlijk niet echt slecht voor me. Want wij doen dus gewoon de categorie 1.
Jij mag zeker zweetpartij maken hoor. Daar wordt nog afgestoken. Het lijkt iets rustiger dan afgelopen jaren. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft met de wind en zo. Ja, het is echt... Dames en heren, ik vind het een geslaagde nieuwjaar. Mogen al jullie wensen uitkomen, oprecht, echt waar. Mogen al jullie doelen uitkomen, ga er vooral hard aan werken. En alle clipjes die jij hebt gemaakt die normaal zijn, die zijn ook in de vlog gekomen. Dus wil je nog een shout-out doen of volgen op jouw Instagram of TikTok? Volg mijn Insta, Florine.Dami. Volg mijn TikTok, Florine.Dami. Mijn snap hoeven niet te geven. Ah, dat kan. Nee, zeker. Nee, we gaan gewoon goed 2024 in. En mogen jullie allemaal hard zo mogelijk werken aan al je doelen. Wees lief voor je naasten, want voordat je het weet kan het altijd opeens over zijn. Precies. Zullen we... jullie allemaal. Laten we doorgaan. Zullen we hier buiten de vlog afsluiten? Laten we het hier gewoon doen. Zou ik het vasthouden? Of zullen we het morgenochtend afsluiten? We gaan het natuurlijk afsluiten. Zit maar goed. Dames en heren. Oh, sorry man. Zit voor de lens. Is hij helemaal ingezoomd? Ja. Dat ga ik wel even doen. Zoals dat ik iets eerder bij jou gekomen. Dit is een stukje beter. Dames en heren, bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk hebben jullie genoten. Kijk, hij gaat het hierna doen. Deze is voor mij. Hopelijk hebben jullie allemaal super genoten van deze vlog. Ik sluit niet de vlog af, maar ik doe toch wel even mijn dingetje. Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne avond gehad. Een fijne nieuwjaarswisseling. En we gaan de saaie januari maand in. We gaan een lauwe maand in, dames en heren. En een gym maand. Iedereen zegt we gaan gymmen, maar hou het ook echt vol. Ga aan die doelen werken, ga aan de bak. Hou je luie kont alsjeblieft van je bank, van je bed af. En ja, ik mag het zeggen, ook al ben ik zelf ook lui. Jullie doen het allemaal super goed. Ik ben trots op jullie. Ben je nog wat te zeggen? Ja, een nieuwjaarsgeet. Gelukkig hier en niet in mijn kamer. Jeetje, ben ik heel blij mee. Moet je even de lens even wat...